De gemeente Assen organiseert een symposium genaamd Parels en Puzzels. Met als insteek werken met netwerken. Want samenwerken in een netwerkomgeving, hoe doe je dat eigenlijk? Wat trok u aan om vandaag naar het symposium te komen? Nou ja, wij zijn druk bezig aan de eigen organisatie met de netwerksamenwerking. Het is het plan wat we gemaakt hebben van de afgelopen 4 jaar, heet samenwerken. Gaan samenwerken. Dus dat zegt alles over netwerk samen. Tips en trucs krijgen die ik weer kan gebruiken. Fantastische, inspirerende dag natuurlijk, hè? Een puzzeltje oplossen, denk ik. Ik ben heel erg benieuwd. Ik zit in het maatschappelijk domein en we werken met maatschappelijke initiatieven. En zie dat maar bij elkaar te krijgen allemaal. Ik hoop inspiratie, een leuk idee en leuke contacten. We zijn al een tijdje geleden bij ons in de gemeente gestart met werken met netwerken. En ik vind het leuk om weer even een nieuwe boost te krijgen en hoe we het kunnen verder brengen. Ik ben met bezig met gezond en in de stad, in Assen. En ik laat me graag altijd inspireren. Na de informatieve verhalen van de 3 keynote-sprekers start het middagprogramma. Bestaande uit 5 verdiepingsworkshops die doorbeduren op het onderwerp van vandaag. Wat ik ga doen met mijn workshop is erover praten dat op het moment dat je het niet meer zelf als partij voor het zeggen hebt, maar het in een netwerk moet gaan doen, dat het heel erg spannend wordt hoe je een gezamenlijk doel daarin hebt. De organisaties zijn dode dingen en de papieren werkelijkheid neemt dan de werkelijkheid over en dan gaan mensen zich houden aan de papieren werkelijkheid. De werkelijkheid is veel mooier, kijk maar om je heen.